Broeders en zusters, fijn om hier vandaag samen te zijn rondom een belangrijk onderwerp dat u aangaat, maar dat ook de hele gereformeerde gezindte in Nederland aangaat en eigenlijk alle christenen. Want het gaat immers om het gezag van het woord van God en het verstaan van dat schriftgezag. En we zijn hier vandaag ook bij elkaar omdat de Bijbel voor ons zo'n belangrijk boek is. We hebben het uitgezongen. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Ja, dat zijn de woorden van de Oude Statenvertaling, die nog altijd tussen mijn oren en in mijn hart zitten. Maar welke vertaling het dan ook is, bij die woorden van God leven wij en we horen daarin de stem van de goede herder en die ze gehoord hebben, die volgen hem. Het gaat ten diepste om het luisteren met ontzag naar het woord, naar het gezag van het woord van God. Diepe eerbied, want de Heere spreekt. En mijns inziens ligt hier ook de kern. De kern van het probleem en de kern van de oplossing van dat probleem. Wat is onze grondhouding als het gaat om het gezag van het woord van God? Wat betekent die Bijbel in ons persoonlijk leven? In het besef van onze verlorenheid, zonde en schuld, is het woord van God dat getuigt van zijn Zoon Jezus Christus het enige middel van onze redding. Als het gaat om het gezag van het woord, dan heeft dat impact en betekenis voor alle terreinen van het leven. Omdat het christelijk geloof niet een optie, een mening is, maar omdat het christelijk geloof ook een allesomvattende visie is op heel de werkelijkheid en gezag heeft voor heel ons leven. En omdat we pelgrims zijn. We hebben net ook gezongen, Heer, wijs mij de weg. Op reis naar de troon van God hebben we onderweg een gids nodig. Daar draait het ten diepste om. Ook als we een stapje terug doen en met elkaar nadenken over schriftgezag, over hermeneutiek, wat verstaan we daar precies onder? Toegespitst in de vierde in de derde plaats op de culturele context waarin we leven. En dan toegepast op de vragen rond de roeping van vrouwen en mannen in de kerk van Jezus Christus. Dat zijn de vier punten die ik met u langs wil lopen om met een heel kort woord van toepassing te eindigen aan het eind van mijn lezing. In de gereformeerde theologie is de schrift het uitgangspunt, het principe of principium, omdat alle kennis uiteindelijk berust op eerste beginselen, axiomata. En zo is er in de geschiedenis van de theologie, ook al voor de reformatie, nagedacht over de vraag waar berust onze kennis over God nu eigenlijk op. Niet op dingen die evident zijn voor het menselijk verstand. Onze kennis van God moet wel berusten op zijn openbaring. Dat is het uitgangspunt van alles wat we kunnen zeggen over God. Theologie als spreken over God. Maar dan is natuurlijk de vraag, waar openbaart God zich nu eigenlijk? In de kerk? In de traditie van de kerk? In het geloof van christenen? Of in dat unieke woord van God? Bij de reformatie, dan hebben we het over Maarten Luther, over Johannes Calvijn, werd nadrukkelijk gesteld tegenover die diversiteit aan stemmen in de middeleeuwen. Het woord van God is het exclusieve uitgangspunt van ons spreken over en denken over God. En dat woord van God is van een eigen karakter. Sui ipsius interpres, dat wil zeggen van haar eigen uitlegging. Je moet de schrift uitleggen zoals die zich aandient als het gezaghebbende spreken van God.
dat mag niet afhankelijk worden van allerlei externe factoren, zelfs niet van het gezag van de kerkvaders, ook niet van het leergezag van de kerk, hoe belangrijk dat ook allemaal kan zijn. De schrift is het eerste uitgangspunt van de theologie. Johannes Calvijn heeft daar dieper over doorgedacht en daarbij de autopistie, als Grieks woord autopistos, wat betekent van zichzelf overtuigend en in zichzelf geloofwaardig. Hij heeft dat woord gebruikt om dat eigensoortige gezag van de Bijbel te onderstrepen. En tegelijkertijd verbond Calvijn dat aan het werk van de Heilige Geest. Het woord heeft dus iets in zichzelf, als woord van God. Het heeft gezag, maar het krijgt ook gezag in de harten van de gelovigen. Door de boodschap van de Heer Jezus Christus. Door de geest die de gelovigen met Christus verbindt. Hij in mij en ik in hem. Resoneert dat woord in ons hart. Het testimonium. Het getuigenis. Het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. We geloven de Bijbel omdat het woord van God is. Maar we geloven dat het woord van God is door de werking van de Heilige Geest, om de autopistie en door het testimonium, zou je kunnen zeggen. Dat is heel fundamenteel voor de hele protestantse en zeker voor de gereformeerde theologie. Is dat iets wat in hedendaagse discussies een beetje wegvalt? Dat eigensoortige gezag van de Bijbel en vooral ook die werking van de Geest. We kunnen door allerlei discussies, ingewikkelde discussies over cultuur en over hermeneutiek, en heel goed dat we die discussies voeren, vergeten waar het in essentie om gaat. Want sinds de opkomst van de moderne theologie, Schleiermacher, heeft er een wending plaatsgevonden, waarbij niet het woord het uitgangspunt is, maar de gelovige gemeente. Je ziet dat ook doorwerken in de ethische theologie bijvoorbeeld. Het geloof van de wedergeboren christen of het geloof van de gelovige gemeente wordt dan eigenlijk het uitgangspunt van de theologie. Daar zou veel meer over te zeggen zijn, maar daar hebben we nu de tijd niet voor. Die wending is dus niet iets van de afgelopen decennia, maar die is eigenlijk heel modern in de zin van de verlichting. Er is een wisseling van perspectief. God staat niet langer centraal, maar de gelovige mens staat centraal. Natuurlijk is dit een versimpeling, maar daar moeten we het dan maar even mee doen. Sola scriptura, zo staat de positie van de reformatie wel bekend. Natuurlijk betekent dat niet een naakte schrift, alsof je het met de Bijbel alleen wel af zou kunnen doen en opnieuw zou kunnen beginnen bij het boek Handelingen. Nee, dat verdient wel nuance. De hele reformatie heeft gezegd, de schrift staat tegenover de alternatieven. Schrift en traditie, schrift en reden, schrift en innerlijke verlichting door de Heilige Geest. In die discussie staat de schrift inderdaad voorop, als enige uitgangspunt. Solum principium primum, het enige eerste beginsel van ons spreken over God. Misschien is dat nog beter en zuiverder dan het bekende sola scriptura. Want dat sola scriptura moet natuurlijk toch genuanceerd worden, omdat die Bijbel tot ons komt in gemeenschap met de kerk der eeuwen. Daarom hebben we ook belijdenisgeschriften. In gemeenschap met de wereldwijde kerk. We zijn niet de enigen die de Bijbel lezen. Omdat die schrift, sola scriptura, ook in relatie staat tot Gods algemene of universele openbaring. En dan kan het best spannend worden als het gaat om het Bijbelse getuigenis over een zesdaagse schepping, zo'n 6000 jaar geleden, en wat we in de natuurwetenschap ontdekken in de aardlagen, in de sterrenstelsels. Dat is niet altijd eenvoudig te harmoniseren. En dan zeg ik het nog heel bescheiden. Gods algemene openbaring in de schepping, maar ook in de voortgang van de geschiedenis. Daar heeft God ook iets mee te zeggen. Zo schrijft Jochem Douma in zijn Grondslagen van de Ethiek, naar aanleiding van de afschaffing van de slavernij, ik citeer,
in het aan ons opdringen van ontwikkelingen die wij evident goed vinden, mogen we het werk van God en zijn geest bespeuren. We kennen God uit de bijzondere openbaring in de Heilige Schrift, maar we kennen hem ook zoals hij zich in de schepping en in de geschiedenis aan de wereld openbaart. Voor het vormen van ons ethisch oordeel is het in veel situaties niet genoeg om de schrift te kennen. We moeten ook de geschiedenis kennen waarin God zich openbaart. Nou, zelfs zo'n citaat roept natuurlijk een woud aan vragen op, vooral naar de relatie tussen die bijzondere openbaring en die algemene openbaring. En over slavernij zullen we het al snel eens zijn, maar als het over andere moeilijke ethische kwesties gaat, huwelijk en seksualiteit, de roeping van mannen en vrouwen, dan is dat misschien minder evident wat we dan uit de geschiedenis kunnen leren. Kortom, sola scriptura is het uitgangspunt. En tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn, dat is niet ongenuanceerd. Vandaag zal het vooral gaan over die Bijbel in rapport met de verschillende culturele contexten. Juist dat punt is van belang als het gaat om de discussie over de roeping van mannen en vrouwen in de kerk. En als het gaat over die culturele context van toen en van nu, dan is dat ook breder dan de vraag naar het ambt. Gij mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, of hoe je dat dan ook wilt vertalen. Ook dat speelt mee als het gaat om de culturele context van toen en onze toepassing nu. Dat brengt me bij mijn tweede onderwerp. Hoe zit dat nu precies met die hermeneutiek? Wat bedoelen we daarmee? En het is belangrijk om dan te beseffen dat er een ontwikkeling is in het woordgebruik. Hermeneutiek was oorspronkelijk een leessleutel voor de uitleg van een tekst in casu de Bijbel. Leessleutel. Het is steeds meer geworden tot een leesbril. En dan gaat het van de tekst naar de ontvanger en dan is het de bezinning op de manier waarop u een tekst leest en waarop die wordt geïnterpreteerd en wordt ontvangen. Er heeft een bepaalde secularisering van het begrip hermeneutiek plaatsgevonden. Net als bij religio. Religio was vroeger godsverering. Denk aan de institutie over de christelijke religio. Daarmee bedoelde Calvijn niet de christelijke godsdienst, zoals de islam of het hindoeïsme, maar de christelijke godsvrezen en godsverering. Maar intussen is dat begrip veranderd en dat kan gebeuren met een begrip. En zo is het ook met de hermeneutiek gegaan. Niet meer een leesregel, sleutel, maar bezinning op de leesbril. Die oorspronkelijke betekenis gaat dus om de richtlijnen voor de uitleg van de Bijbel. Hoe harmoniseer je verschillende teksten als ze elkaar lijken tegen te spreken? Schrift met schrift vergelijken. Moeilijke passages uitleggen vanuit het duidelijke. Rekening houden met het genre. Een psalm is nu eenmaal geen geschiedschrijving. En zelfs als het om de geschiedschrijving in de Bijbel gaat, mag je rekening houden met de manier waarop dat destijds toeging. Misschien minder letterlijk dan wij van geschiedenis verwachten. Dat zijn allemaal hermeneutische vragen. Rekening houden met de plaats van de tekst binnen de heilsgeschiedenis. Ik licht er twee vragen uit die denk ik van belang zijn voor de concrete discussie over de roeping van vrouwen in de kerk. In de eerste plaats, in hoeverre is de Bijbel ook een gewone tekst? Professor Grijdanus schreef daarover in zijn Schriftbeginselen ter schriftverklaring: de hermeneutiek van de Heilige Schrift is niet een onderdeel van de algemene hermeneutiek. Ze is een hermeneutica sacra. En dit laatste woord wijst op een boven het creatuurlijke uitgaande goddelijke factor. 1946.
Later is daar wat afstand van genomen, onder andere door professor Van Brugge. Je moet de Bijbel toch ook kunnen lezen en uitleggen, hermeneutiek, Bijbeluitleg, zoals elk ander boek. Het woord is nu eenmaal vlees geworden en het woord is schrift geworden. Het zou ook heel raar zijn als er opeens allerlei andere grammaticale of historische regels gelden bij de Bijbel dan in het algemeen. Daar zie je eigenlijk weer die verbinding tussen bijzondere openbaring en algemene openbaring. Die kun je nooit helemaal loszien van elkaar. En dat is denk ik ook niet wat Grijdanus eigenlijk bedoelde met zijn hermeneutica sacra. Enerzijds gelden voor de Bijbel en de Bijbeluitleg de gewone taalkundige en grammaticale en zelfs historische regels, niet anders dan voor andere teksten. Maar anderzijds blijft de Bijbel toch ook wel een bijzonder boek, omdat de schrift zich niet alleen als Gods gezaghebbende openbaring aandient, maar dat ook terecht doet. En als je gelooft dat de Bijbel dat is, dan lees je toch automatisch de schrift anders dan wanneer je dat niet zou doen. Ik geef even een voorbeeld, anders wordt het misschien te theoretisch. Denk aan de pseudepigrafie. Is het mogelijk dat iemand onder de naam van apostel Paulus een brief geschreven heeft? Dat die brief in de Bijbel dus niet letterlijk door Paulus geschreven is, maar door een van zijn leerlingen of door iemand anders die net gedaan heeft alsof die de apostel Paulus was. Pseudepigrafie is onder een andere naam, of onder een valse naam, al klinkt dat net weer een beetje te vals, onder een andere naam geschreven met het doel om het meer gezag te geven. Kan dat nou eigenlijk in de Bijbel ook voorkomen? Nou, dan voel je aan, het is wel anders als je dat bij een psalm van David of voor David beweert, dan wanneer je zegt, kijk, 2 Timotheus is expres zo concreet geschreven, kijk maar naar het slot, daar gaat het immers over de boeken en de perkamenten die Paulus nodig heeft met allerlei details. Dat heeft de schrijver met opzet zo gefingeerd om zijn brief des te meer geloofwaardig te laten lijken. Dat staat op gespannen voet met de ethiek. Dat verwacht je niet in de Bijbel. Als menselijk boek zou dat natuurlijk kunnen. Maar als de Bijbel ook het gezaghebbende woord van God is, dan verdraagt zich dat niet met zo'n vorm van pseudepigrafie. Nou, bij 2 Petrus is Rob van Houwelingen nog voorzichtiger dan Johannes Calvijn, die eigenlijk aangaf dat die tweede Petrusbrief misschien wel door een van de leerlingen van Petrus, maar dan wel in de geest van de apostel, geschreven was. Kortom, dit zijn ook wel wat oudere vragen die al langer spelen dan in de afgelopen decennia. Maar omdat het om de Bijbel gaat, dat is mijn punt, gelden er toch ook weliswaar geen andere uitlegregels, maar wel een andere houding van de uitlegger als het gaat om de Heilige Schrift. Dat punt nemen we mee en dat is van belang. Het brengt me bij de tweede vraag. Ligt het primaat nu bij de uitleg van de tekst of bij het verstaan van de lezer als het om de hermeneutiek gaat? De postmoderne filosofische hermeneutiek benadrukt de wisselwerking tussen tekst en lezer. Klassiek daarvoor is het artikel of het brochure van Stanley Fish uit 82. Is there a text in this class? Je ziet het voor je, een collegezaal en alle studenten hebben een tekst voor zich. Misschien wel een bijbeltekst, maar het kan ook een andere tekst zijn. En de postmoderne filosofie stelt dan de vraag, is er eigenlijk wel een tekst hier? Of zijn er allemaal verschillende teksten, net zoveel teksten als dat er lezers zijn? Zijn er net zoveel Bijbels als dat er christenen zijn? Omdat iedere christen nu eenmaal die Bijbel op zijn eigen manier leest. Als je daar ja op zegt, ja, dan ligt het relativisme natuurlijk wel voor de hand. In reactie daarop heeft Kevin Van Hooser in 98 een artikel geschreven, niet in reactie op die brochure, maar in reactie op die manier van denken, en daarin klinkt die titel van Fish wel door. Is there a meaning in this text? Is er eigenlijk wel een betekenis, één betekenis in deze tekst?
En zijn antwoord was een hardgrondig ja. Voor evangelicals, voor protestantse christenen, zeker als het om de Bijbel gaat, is het van fundamenteel belang om eraan vast te houden dat de Bijbel ook los van onze verschillende interpretaties en verstaanskaders wel degelijk een betekenis in zichzelf heeft. Mijns inziens is dit het cruciale punt. En dat heeft alles te maken met de spanning tussen de premoderne traditie van de Reformatie, de moderne benadering van de radicale schriftkritiek en de moderne reactie daarop als het gaat om de nadruk om historiciteit, letterlijkheid, propositionele waarheid. En dat is de discussie die we vooral in de jaren 70, 80, 90 van de vorige eeuw gezien hebben. Ik herinner me het debat tussen professor Van Bruggen, die wij hadden uitgenodigd als gereformeerde bondstudenten in Leiden, en zijn collega Henk-Jan de Jonge, onze Nieuw Testamenticus. Nou, dat ging er stevig en hard aan toe, zal ik maar zeggen. Maar het lijkt alsof dat ook alweer achter ons ligt en we nu te maken hebben met een radicale postmoderne wending naar het individu. Die postmoderne benadering werkt door. Ook bij mensen als Van Hooser, hoewel hij zich daar dus tegenkeert, er is wel een betekenis in de tekst, is de schrift toch anderzijds ook het script van het drama van Gods handelen. En dat script, dat mogen en moeten wij op onze eigen wijze vertolken. Nou, wat we in die nieuwe postmoderne context niet moeten doen, is in een soort moderne kramp raken waarin we alles nog meer gaan vastleggen en vastpinnen. Denk aan de Chicago Statements of Inerrancy. Dat kan wel, maar dan mis je denk ik eigenlijk die wending in het debat. Wat we wel kunnen doen is de postmoderne vooronderstellingen ontmaskeren en luisteren naar de gelovige omgang van de kerk der eeuwen met de Heilige Schrift. Die postmoderne benadering lijkt wel heel radicaal. Namelijk, ieder heeft zijn eigen tekst, maar eigenlijk is die niet radicaal genoeg. Want ons voorverstaan, voorverstandnis wordt het vaak genoemd, is helemaal niet zo neutraal. We hebben immers een verduisterd verstand. Misschien heb je daar zelf ook last van gekregen, van het besef, ik ben bevooroordeeld bij het lezen van de Bijbel. We hebben een gebonden wil. We zijn niet zo vrij in onze eigen interpretatie. Kortom, we hebben geen hermeneutisch probleem, verstaansprobleem, maar ten diepste een moreel probleem met de boodschap van de Bijbel. En we hebben de verlichting door de Heilige Geest, dat getuigenis van de Heilige Geest, nodig. Wezenlijk in elke context, premodern, modern, postmodern, is dat de Bijbel met gezag, dat God met gezag door de schrift ons de waarheid openbaart in Jezus Christus. Dat brengt me in de derde plaats bij de culturele context als toespitsing van die hermeneutische problematiek. Inderdaad, de schrift is ontstaan binnen een bepaalde culturele context. En de boodschap van de schrift van wet en evangelie spreekt relevant in elke historisch bepaalde andere culturele context. Bij de uitleg, maar dat gaat meestal nog wel, vooral bij de toepassing van het woord van God, is het van belang om met de spanning tussen die twee contexten rekening te houden. En het is onvermijdelijk om daarbij, meer dan dat je jezelf vaak bewust bent, beïnvloed te worden door je eigen cultuur. Het voordeel van het postmoderne denken is misschien juist die bewustwording van de impact van onze vooronderstellingen. En wat mij betreft ook het zondige dat daar soms aan kleeft. Denk aan de wijze waarop de Bijbel misbruikt is om de slavernij te legitimeren. Als het gaat om woord en cultuur, evangelie en cultuur, zijn er drie werkwoorden van belang. Resoneren, kritiseren en transformeren. De boodschap van het evangelie sluit in de eerste plaats aan bij en resoneert in elke cultuur. De geest spreekt alle talen. De Bijbel moet vertaald worden en niet zoals de Koran in het Arabisch gelezen worden.
Tegelijkertijd staat die boodschap van de Bijbel, als die ingaat in een zendingssituatie, altijd haaks op het zondige in de cultuur. De nadruk hierop bij het pietisme en bij de bevindelijk gereformeerden op die kritische verhouding tussen schrift en cultuur leidt tot wereldmijding. Veel meer dan in de neocalvinistische traditie. En daarom zijn de neocalvinisten misschien ook wat kwetsbaarder voor culturele verschuivingen dan de bevindelijk gereformeerden. Maar aan die houding van de bevindelijk gereformeerden zitten natuurlijk wel twee gevaren. Een bepaalde subcultuur bij ons in de Bijbelbelt. Maar dan heb je het eigenlijk over allerlei dingen die niet tot de kern van het christelijk geloof behoren. En het verlies aan impact en invloed op de wereld. Daarom heeft de reformatorische kring ook die neocalvinistische nadruk op Gods algemene genade en openbaring nodig. Of hoe je dat dan ook precies wilt noemen. Daar gaat het me niet om. En dan in de derde plaats, dat leren we van die neocalvinistische traditie, het verlangen om de cultuur te heiligen, te transformeren. Geen wereldmijding, maar wereldwijding. Want heel de werkelijkheid is toegewijd aan de eer en de glorie van onze God. Maar daarvoor hebben we wel een stevig fundament in de openbaring nodig. Als we goed naar de geschiedenis kijken, dan zien we trouwens wel dat stromingen die soms radicaal kritisch waren op de cultuur, het meeste invloed gehad hebben in die end. Denk aan de moderne devotie, Thomas à Kempis. Denk aan de Great Awakening. Denk aan het Reveil in Nederland. Om te beïnvloeden en te transformeren moeten we soms juist ook heel kritisch zijn tegenover de bestaande cultuur. De vraag is nu, welke invloed mag de cultuur hebben op de uitleg en de toepassing van de Bijbel? Je kunt denk ik niet zeggen vanuit de gereformeerde theologie, er mag geen enkele invloed zijn van de culturele context op het verstaan van en het toepassen van de schrift. In ieder geval is dat in de oude gereformeerde hermeneutiek niet het geval. Of het is wel het geval dat ook de cultuur wordt meegenomen. Denk aan het apostelconvent in Handelingen 15. Daar is de conclusie van de apostelen dat het de Heilige Geest en ons heeft goedgedacht om verder geen andere last op te leggen aan de heidenen dan deze noodzakelijke dingen, dat u zich onthoudt van de afgodenoffers, van het bloed, van het verstikte en van de hoederij. Vier dingen. Geen besnijdenis en geen kosher eten, deze vier. Is dat nu nog geldig? Volgens de kanttekeningen van de Statenvertaling niet. Noodzakelijk, namelijk voor deze tijd. Omwille van de zwakgelovige Joden. Natuurlijk, vluchten voor hoererij en afgoderij is van alle tijden. Maar dat verstikte en dat bloed, ja, dat moeten we toch eigenlijk toepassen op die culturele context. Al worden die woorden natuurlijk in de Statenvertaling niet gebruikt. Groet elkaar met een heilige kus. Dat is met een kus van broederschap met welke de gelovigen naar het gebruik van die landen en tijden elkaar plachten te groeten. Het zou denk ik enige opschudding veroorzaken als ik dat zondag onderaan de kansel letterlijk zou doen bij de ouderling van dienst. Het voorschrift van de hoofdbedekking voor de vrouw, in bevindelijk gereformeerde kring nog redelijk gebruikelijk, leidt in de Statenvertaling zelfs tot een tegenovergestelde toepassing. Bij 1 Korinthe 11 staat, de ontdekking van het hoofd was toen een teken van macht en heerschappij. Maar nu zullen daarentegen degenen die macht over anderen hebben, hun hoofden gedekt houden. En in deze moet men altijd zien op het gebruik in verschillende tijden en landen. En wat daarin eerlijk of eerbaar en stichtelijk is. Nou, het gaat me nou niet om die concrete kanttekeningen, maar je ziet het voor je, je ziet het ook op schilderijen van kerkdiensten uit die tijd. Al die hooggezeten regenten
die zetten hun hoed echt niet af in de kerk, omdat in 1 Korinthe 11 stond dat een man met een ongedekt hoofd God moest bidden. En de kanttekening zegt, nou, je hebt er eigenlijk wel gelijk in, want in onze cultuur is dat nou heel anders dan in de Bijbelse tijd. Als ik het even zo samenvat. Misschien te onkritisch, dat kan, maar zo staat het er wel. Nou, zou je dat nu ook van vrouwelijke ambtsdragers kunnen zeggen? Je moet altijd letten op het gebruik in verschillende tijden en landen. Een vrouw moet zwijgen in de gemeente, toen wel, om geen aanstoot te geven. Maar nu misschien juist andersom. Niemand wil natuurlijk de toepassing afhankelijk maken van de cultuur. We moeten mijns inziens dan ook een onderscheid maken tussen de uitleg in de oorspronkelijke context. En dan is ook de intentie van die oorspronkelijke context wel belangrijk. Wat bedoelde nu eigenlijk het apostelconvent? Wat bedoelt de apostel Paulus met deze tekst? Welk accent legt hij in die specifieke context? Maar de uitleg in die oorspronkelijke context is toch anders dan de toepassing in de huidige context. We moeten erkennen dat die soms afhankelijk kan zijn van de cultuur. Maar dan moet B, de toepassing, wel in lijn zijn met de intentie en de bedoeling. Als de uitleg diametraal tegenover de oorspronkelijke bedoeling komt te staan, dan gaat het verkeerd. De oorspronkelijke bedoeling van de man als hoofd van de vrouw is bevrijdend. Want je bent één lichaam en je vrouw is toevallig geen bezit, maar een eenheid, net als Christus met zijn gemeente. Maar die bevrijdende bedoeling van teksten waarin de man het hoofd van de vrouw genoemd wordt, kunnen natuurlijk in een andere context wel een onderdrukkende werking krijgen. De man is de baas en de vrouw heeft maar te luisteren. Dan gaat het dus mis als de toepassing haaks staat op de oorspronkelijke bedoeling. Wanneer mogen we afwijken van de voorschrift in het Nieuwe Testament? We moeten daarbij een onderscheid maken tussen de kern van het evangelie, de heilzame geboden van God die blijvend geldig zijn. Dan gaat het om de morele wet, de wet van de liefde tot God en de naaste, of om de 10 geboden zoals ze op de Sinaï zijn geopenbaard. En die hebben een eeuwige geldigheid. En natuurlijk de concrete regulering van zaken zoals ambten, bedieningen en voorschriften voor het gemeenteleven. Het is steeds wel de vraag tot welke categorie behoort dit voorschrift in het Nieuwe Testament. Of anders gezegd, wat zijn de adiaphora, de dingen die er niet zo toe doen? Alle christenen zijn het erover eens dat er dingen zijn die er niet zo toe doen. Maar de discussie gaat er natuurlijk vaak over wat de dingen zijn die er niet zo toe doen. En dan wordt het ook lastig en spannend. In het Nieuwe Testament staan voorschriften, als ik ze zo mag samenvatten, over de roeping van mannen in de kerk om te leren en te regeren. En daarbij dat niet de specifieke roeping van vrouwen in de gemeente van Christus is. De vraag is nu of die teksten in een andere culturele context heel anders mogen worden toegepast en uitgelegd. En het verschillende antwoord op die vraag heeft alles te maken met de verschillende weging van de relatie tussen deze voorschriften en de schepping. Als we insteken bij de universele openbaring in de natuur en de geschiedenis om de Bijbel uit te gaan leggen, dan lopen we het risico van een natuurlijke theologie die over de schrift gaat heersen. Dat was mijn kritiek ook op de Nashville-verklaring, omdat hier te veel vanuit de geslachtelijkheid van de biologie allerlei consequenties worden getrokken in de ingewikkelde problematiek van genderdysforie. Maar iets anders is het natuurlijk in die relatie tussen schrift en schepping als de Bijbel zelf naar de schepping verwijst. En dat gebeurt doorgaans als het gaat over mannen en vrouwen. In het huwelijk, Efeze 5. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en die twee zullen tot één vlees zijn. En zelfs in de zwijgteksten, al heb ik een beetje een hekel aan dat lelijke woord, omdat het ook zo'n negatieve connotatie heeft. Maar zo worden ze meestal genoemd. Een vrouw moet zich laten onderwijzen. En ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. En dan verwijst Paulus naar de schepping. En naar de zondeval, Adam is eerst gemaakt en daarna Eva.
Dergelijke noties zijn bij de uitleg en de toepassing van de nieuwtestamentische voorschriften wel belangrijke indicaties dat het hier gaat om iets dat de concrete culturele context van toen overstijgt. De vraag die overblijft is, wat is nu de impact van de nieuwe postmoderne filosofische en dus ook culturele context en inzichten van vandaag? Wat is de invloed daarvan op onze weging van de verhouding tussen schrift en context en schrift en scheppingsordening? Dat klinkt heel erg algemeen, maar ik denk dat het in essentie om die vraag gaat. In hoeverre mag een postmoderne benadering van de cultuur die wij in- en uitademen een andere weging teweeg brengen van de verhouding tussen schrift en cultuur en schrift en natuur? Maar dan bedoel ik met natuur de door God geschapen werkelijkheid. Dat brengt me in de vierde plaats bij het concrete vraag van de vrouwen in de gemeente. En dat probleem is breder dan de vraag naar de vrouwelijke ambtsdragers. Het Nieuwe Testament gaat uit van een principiële en volstrekte gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen voor God in Christus. En dat is revolutionair in die culturele context. De Bijbel bestrijdt elke vorm van onderdrukking en discriminatie. Als we tenminste de hoofdlijn van wet en evangelie vasthouden. Daar hebben we ook nog veel werk aan te doen. En we mogen op zich dankbaar zijn voor de wijze waarop soms structurele vormen van onderdrukking zijn ontmaskerd. Tegelijkertijd is het voor mij onmiskenbaar dat het Nieuwe Testament spreekt van een verschillende roeping van mannen en vrouwen in het gezin, in de maatschappij en in de kerk. En dat tweede, dat lijkt wel eens een beetje weg te vallen in de discussie. Misschien omdat we daar allemaal gewoon een beetje verlegen mee zijn. Gezin, samenleving en kerk. Het enige fossiel dat van het tweede nog is overgebleven is het vrouwenstandpunt van de SGP. Maar goed, daar gaat het nu vandaag niet over. Kunnen we die verschillende roeping van mannen en vrouwen, van onze jongens en meiden, op een creatieve en geloofwaardige wijze gestalte geven en zo een echte contrastgemeenschap vormen? Daarvoor is wel nodig dat we op grond van het schriftgezag geloven dat die onderscheiden roeping echt heilzaam is voor alle mensen, omdat het hier gaat om de wil van God voor alle mensen. En dat vinden wij ook lastig in de huidige cultuur. Mijn oudste zoon volgt een opleiding bij de politie en hij krijgt les over het verschil in stijlen van leiding geven. De uitgangspunten van die les lagen overduidelijk in de evolutie, biologie en sociologie. En hij zei tegen mijn pa, ik vroeg of er misschien ook wat verschil is in manier van leiding geven tussen mannen en vrouwen. Nou, zei hij, dat had ik niet moeten vragen. Het liep gelukkig voor hem goed af, maar het voelde toch een beetje als vloeken in de kerk. Heel vreemd. Als je uitgaat van de evolutiebiologie, lijkt het maar alle reden om te zeggen dat er verschil is tussen leidinggeven tussen mannetjes en wijfjes bij de primaten. Maar die vraag mag eigenlijk niet eens gesteld worden of wordt dan toch helemaal geframed als een vraag van een orthodoxe christen die toch in een andere bubbel leeft dan wij allemaal. Zo gevoelig ligt dat. Geloven we zelf nog wel in een verschil tussen mannen en vrouwen qua roeping? En hoe uiten we dat dan? Het lijkt in reformatorische kring beter te lukken dan elders. Lijkt, zeg ik, want het is toch vaak vooral een kwestie van uiterlijke kenmerken in een subcultuur die weinig impact heeft op het denken, zelfs op het denken van jongeren in de bevindelijk reformatorische kring, als ik het goed inschat. Dan nu terug naar de vraag van vrouwen en mannen in de gemeente van Christus en de concrete aanleiding voor deze bezinningsdag. Heb ik nog even de tijd? Ik zal het zo kort mogelijk afmaken en voorlezen wat ik hier heb opgeschreven. De vrouw in het ambt is mij te massief. Wat bedoelen we daar precies mee? Er zijn heel veel vrouwen in de Bijbel die groot werk verrichten in Gods koninkrijk. Profetessen en richteressen. In het Nieuwe Testament zijn vrouwen de eerste getuigen van de opstanding van Christus. Allen die in Christus gedoopt zijn en zich met hem hebben bekleed, daarvan is het niet van belang of men man is of vrouw, want ze zijn alle één in Christus. Euodia en Syntyche hebben samen met Paulus gestreden in het evangelie.
Er is uit het Nieuwe Testament geen uitgekristalliseerde ambtstheologie af te leiden. De ambten van diaken, ouderling en predikant zijn mede ingegeven door de concrete invulling en context van de reformatie. Het hadden ook 4 ambten kunnen zijn en eigenlijk waren het er ook 4, of misschien had het er ook meer kunnen zijn. Zelf zou ik vanwege de koppeling in de gereformeerde theologie van het leerambt en het regeerambt aan de ambten van predikant en ouderling geen voorstander zijn van vrouwelijke predikanten en ouderlingen. Maar afhankelijk van de concrete invulling is er denk ik geen Bijbels bezwaar tegen diaconessen in de kerk. En als proponenten mogen voorgaan in de eredienst zonder enige ambtelijke bediening, ja, dan zou je je ook kunnen voorstellen dat vrouwen in de gemeente de Bijbel uitleggen en toepassen in een bepaalde context. Ik denk niet dat je die zwijgteksten helemaal moet verabsoluteren. Het probleem zit niet alleen in de verschillende roeping van mannen en vrouwen, maar ook in de structuur van de gereformeerde ambtsopvatting. En omdat die structuur in de belijdenissen is verankerd, is het niet eenvoudig om daar een oplossing voor te vinden. Het lijkt me als buitenstaander niet zo gepast om heel diep in te gaan op de argumenten in de synodale bezinning in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Maar als ik dat heel kort samenvat, dan voel ik eigenlijk meer voor de argumentatie van Ede 2014, mannen en vrouwen in dienst van het evangelie, omdat daar in ieder geval expliciet wordt ingegaan op de vraag van de culturele verhouding waar het eigenlijk om gaat, terwijl in de latere, als ik het goed begrepen heb, synodale rapporten, die argumentatie eigenlijk wordt overgeslagen. En ik heb liever een argument waar ik het niet mee eens ben en tegenin kan gaan, dan geen argument waar ik eigenlijk geen grip op heb. Dat lijkt me voor u in concreto best een lastige situatie. Ik ben het eens met de conclusie van Dick Slump in zijn minderheidsrapport. Het verschil in culturele context is de dragende grond om tot andere conclusies te komen. En het is jammer als het gesprek daarover binnen uw kerken, maar ook tussen uw kerken en de christengereformeerden en de gereformeerde bond en in de gereformeerde gezinten niet gevoerd wordt. Ik denk dat dat theologische gesprek gevoerd zou moeten worden in uw midden en ook breder in de gereformeerde gezinten. De Gereformeerde Bond heeft daarin een eigen positie. In de vragen kunnen we daar nog dieper om ingaan. Dat is geen ruimte voor de vrouw in het ambt, vind ik eigenlijk iets te massief geformuleerd, maar wel alle ruimte voor vrouwen in kerkelijke bedieningen. En in de Gereformeerde Bond proberen we dat ook zo breed mogelijk in te vullen. Dus niet in alle gevallen een bevredigende oplossing, maar dat is de lijn die vanaf het boek van Seden Boer, Man en Vrouw in Bijbels Perspectief, is ingezet en vastgehouden. De ambten zijn door Gods geest geschonken charismata die bestaan te midden van andere charismata. Wat te doen? Daar wil ik toch nog even iets over zeggen. Een ongevraagd advies. Misschien kunnen we het hier ook nog over hebben in het gesprek. Ik zou u op het hart willen drukken, ook omdat ik zelf een kerkscheuring heb meegemaakt in 2004. En dat is een buitengewoon traumatische ervaring om niet te scheuren, maar te blijven vanwege de trouw en vanwege het geduld van God. Ook als u moeite hebt met synodale beslissingen en met ontwikkelingen in de kerk. De ware kerk, en dat bent u toch, wordt niet vals als ze dwaalt in zaken de roeping van vrouwen en mannen in de gemeente van Christus. Ik zeg niet dat het hier om adiaphora gaat, want de onderliggende vragen zijn wel heel wezenlijk. En toch zou ik u op willen roepen om te blijven, en hoe kan het ook anders, als predikant in de protestantse kerk in Nederland, op de plaats waar de Heere u roept. Leg de nadruk op de plaatselijke gemeente. Er is denk ik in die zin geen principieel verschil tussen de gereformeerde kerken vrijgemaakt en de gereformeerde kerken in Nederland, of de Nederlands gereformeerde kerken en de PKN. Ook daarin geeft de plaatselijke situatie de doorslag. En als ik naar de toekomst kijk, ik ben geen profeet, maar ik waag de voorspelling dat in 2035 uw gemeenten deel zullen uitmaken van de ene protestantse kerk in Nederland, die dan denk ik orthodoxer zal zijn dan de Nederlands hervormde kerk na de afscheiding ooit geweest is. Maar dat kan alleen als we als gereformeerden, waar we ook geroepen zijn, door God bewaard worden bij trouw aan schrift en de gereformeerde belijdenis.
En als die fusie, want ik denk dat de huidige fusie gewoon een tussenstap is, werkelijkheid wordt, dan heb ik de gereformeerd vrijgemaakten en de Nederlands gereformeerden liever in de protestantse kerk, of in die ene protestantse kerk in Nederland, die heb ik daar liever met u dan zonder u. Ik dank u wel.